Hoi iedereen, welkom terug op mijn kanaal. Ik ben Janifa, verloskundige en moeder. En vandaag neem ik je mee in deel 2 van de bevallingsserie Alles over pijnstilling. Als je in deze vlog pas instapt, dan raad ik je aan om heel even terug te gaan naar mijn vorige vlog. Daar vertel ik namelijk alles over weeën en hoe die op te vangen. Maar vandaag wil ik het specifiek hebben over pijnstilling. Wanneer kies je hier nou voor? Wanneer wordt er nou geweigerd? Wat kan je in je geboorteplan er nou over opschrijven? Ik neem je namelijk in 4 vlogs mee naar jouw persoonlijk geboorteplan. En ook al zeg je, ik wil geen pijnstilling of ik heb al besloten welke pijnstilling ik wil gebruiken, is het super belangrijk om je goed te laten informeren, want je weet nooit hoe je bevalling verloopt. En het is super belangrijk dat je dus weet, als ik deze optie of keuze niet meer voor me heb, welke andere opties zijn er dan nog beschikbaar? Zodat jij gewoon een realistisch geboorteplan kan krijgen. In de opmerkingenbox kan je de folder downloaden over alle type pijnstilling en de voor- en nadelen hiervan. Deze neem ik dus niet uitgebreid met jullie door. Ik wil je echt de info geven die niet in de folder staat over wanneer kies ik nou voor welke pijnstilling. Ik wil dat jij ook een realistisch geboorteplan kan opstellen en daarom is het belangrijk, ongeacht of je wel of niet voor pijnstilling wil kiezen, dat je weet wat je opties zijn. Want als jij een marathon loopt en je loopt en je loopt en je loopt en je komt geen meter vooruit, dan kan er een moment komen dat we zeggen, hey, nu is het verstandig om aan pijnstilling te denken. Of dat je zelf zegt, ik kan niet meer. Voor jouw geboorteplan is het dus heel belangrijk dat je kijkt, waar wil ik gaan bevallen? Welke pijnstilling is er beschikbaar in dat ziekenhuis? Want niet alle vormen van pijnstilling worden aangeboden in hetzelfde ziekenhuis. Daarnaast is het belangrijk dat je weet, oké, bij hoeveel centimeter ontsluiting ik welke pijnstilling wil gaan gebruiken. Daar is deze vlog dus weer super handig voor. En daarnaast is het goed en belangrijk om dus in je geboorteplan te beschrijven waar jij voor zou willen kiezen en waarom. Ik ga jullie dus nu meenemen in welke vormen van pijnstilling er zijn en wanneer ik hier wel of niet voor zou gaan kiezen. So, let's get started. Oké, allereerst, wat gebeurt er op het moment dat je vraagt om pijnstilling tijdens de bevalling? Als je vraagt om pijnstilling, wordt er eerst inwendig gevoeld naar hoeveel centimeter ontsluiting je hebt. Dit is een non-negotiable, want we moeten gewoon weten hoe je bevalling verloopt, hoeveel ontsluiting je hebt. Want trust and believe me, iedereen schreeuwt bij 8-9 centimeter. Ik kan niet meer, ik wil iets tegen de pijn. Ik heb dat ook gedaan, maar het is dus gewoon super belangrijk om te weten welke pijnstilling is op dat moment nog veilig voor jou en voor die kleine. Dus allereerst wordt er gevoeld naar je ontsluiting en er wordt gekeken naar hoe ben je tot dat punt ontsloten. Ben je heel vlot ontsloten? Of duurde het juist heel erg lang? Ben je aan het stagneren? Dat geeft allemaal informatie in de keuze op pijnstilling die voor jou het beste past op dat moment. Heb je namelijk 3-4 centimeter of heb je 7-8 centimeter, geeft dat een hele andere keuze in welke type pijnstilling het beste past in die situatie. Je hebt 4 verschillende soorten pijnstilling beschikbaar. De eerste is lachgas. Lachgas is een mix van zuurstof en dus lachgas, wat je via een kapje op je mond kan inademen. Dit werkt gewoon heel snel in en het ideale hiervan is dat je verloskundige dit gewoon kan geven. Dat betekent dat er geen arts erbij hoeft te komen om extra te beoordelen. Je hebt geen hartfilmpje nodig, dus het is heel snel beschikbaar. Als je kiest voor lachgas, dan zou ik daar pas voor gaan op het moment dat je 6 centimeter hebt of meer. Want lachgas haalt niet alle pijn weg. Het maakt je een beetje suffig, een beetje slaperig, maar je maakt de bevalling heel bewust mee. Maar het helpt dus alleen maar met het laatste stukje van de bevalling. Dus als je nog maar 3-4 uurtjes te gaan hebt, is lachgas een goede optie. Als je bevalt van je eerste kindje, kan je bevalling wat langer duren. Je kan ervan uitgaan dat het ongeveer 1 centimeter per uur is. Als jij bij 3-4 centimeter al denkt, ik heb echt wat nodig voor pijnstilling, dan is lachgas gewoon geen goede optie voor je. Lachgas kan je niet urenlang blijven gebruiken, omdat het effect daarin gewoon niet goed genoeg is. Dan is het best om te kiezen voor een andere pijnstilling. Maar heb je echt alleen voor het laatste stukje, zelfs bij 8 centimeter kan het nog gegeven worden, wat pijnstilling nodig, dan is lachgas een goede optie, omdat het dus ook weer heel snel uit je systeem trekt en daarin de nadelen gewoon wat minder risico's meegeven aan die kleine. Het tweede is petidine. Petidine is een prik die je in je been of bil kan krijgen, die je wat slaperig en suf maakt. Het haalt de scherpe rand van de pijn weg, maar dus ook niet alle pijn. Petidine werkt het beste ongeveer 4 uurtjes nadat het wordt gegeven. Daarna dus niet meer. De werking gaat er dus vanaf. Dus belangrijk is ook weer dat je niet te vroeg petidine inzet.
Ik adviseer dan ook meestal vanaf zo'n 5 centimeter dat het dan pas verstandig is om eventueel voor petidine te gaan. Hou er rekening mee dat petidine niet meer wordt gegeven op het moment dat je 8 centimeter of meer ontsluiting hebt. Waarom? Omdat dit gewoon te veel nadelige effecten kan hebben op je kindje en zijn ademhaling. Als jij 3 centimeter hebt, is het dus ook niet verstandig om voor petidine te gaan. Want het is dus uitgewerkt op het moment dat jij het moeilijkst hebt, die 8, 9 centimeter. Ik adviseer dus als je zo'n 5 centimeter gemiddeld hebt en je ontsluit gewoon prima, dat petidine een goede optie is. Maar stagneer je dus in je ontsluiting al een aantal uur, dan moet je bedenken of dat je het wel gaat redden met die petidine. Want het geeft dus maar 4 uur goede, effectieve pijnstilling. Op het moment dat je kiest voor petidine, vragen we een arts in consult bij je bevalling. Dat betekent dat hij komt meebeoordelen om te kijken hoeveel ontsluiting heb je en hoe is de conditie van de baby. Er wordt een hartfilmpje aangesloten en je zal 30 minuten minimaal aan dat hartfilmpje aangesloten zijn om te kunnen laten zien de kleine doet het goed en er is geen gevaar om eventueel pijnstilling te geven. Als we dus zien dat je ontsluiting gewoon prima verloopt, dat je hartfilmpje er goed uitziet, dan pas wordt de prik gegeven. Er gaat dus rustig een uur overheen. Hou daar dus rekening mee op het moment dat je dus vraagt om petidine. Daarnaast is het ook belangrijk om te weten dat de arts alleen in consult is gevraagd. Dus die zal daarna ook weer van de kamer afgaan. Het hartfilmpje wordt afgesloten en je wordt gewoon weer verder begeleid door je verloskundige. Stel nou dat je binnen dat uurtje dat je die petidine aanvraag hebt gedaan, ontsluit van bijvoorbeeld 5 naar 7 of 8 of 4 naar 7 of 8. Dan kan het zijn dat we weigeren je de petidine te geven. Waarom? Omdat we dan verwachten dat die kleine binnen 1 à 2 uur geboren kan worden. En omdat we geen risico willen nemen op de ademhaling van het kindje en dat die suf geboren wordt, zeggen we petidine is op dit moment niet meer veilig. Het derde is de remifentanylpomp, ook wel de morfinepomp genoemd. Dat is eigenlijk dezelfde type soort pijnstilling als dat petidine dat is. Het maakt je wat suf, wat slaperig, het haalt die scherpe randen van de pijn weg. Het enige verschil tussen de petidine en de morfinepomp is dat de morfinepomp continu gegeven kan worden. Dus de pijnstilling kan langer gebruikt worden. Het wordt gedoseerd gegeven via een infuus die je zelf kan reguleren met de pomp. Je kan daarbij jezelf niet overdoseren. Maar je kan dus voor een langere periode dit type pijnstilling gebruiken op een veiligere manier. Daarbij is het belangrijk dat je weet dat je bevalling medisch wordt op het moment dat je morfinepomp wordt aangesloten. Dit omdat het effect kan hebben op jouw zuurstofgehalte, maar dus ook die van de kleine. En dat die conditie van de kleine daarbij en die van jou goed in de gaten gehouden moeten worden. Je zal dus aan een infuuspaal zitten en het hartfilmpje zal continu aanwezig zijn totdat die kleine is geboren. Wanneer kies je nou voor zo'n morfinepomp? Op het moment dat je 4 centimeter of meer ontsluiting hebt en je bevalling verloopt gewoon normaal of je stagneert wat en je denkt ik heb alleen maar pijnstilling nodig om wat te ontspannen. De pijn hoeft niet allemaal weg te zijn, maar ik heb gewoon iets meer hulp nodig voor wat langere periode. Dan is die morfinepomp ideaal. Dan komen we bij de laatste en dat is de ruggenprik. Wanneer kies je hier nou wel of niet voor? Belangrijk is dat de ruggenprik een ideale optie is als je stagneert in je ontsluiting. Als jij een marathon loopt en je rent en je komt maar niet vooruit, maar je blijft maar rennen, dan weet je dat je gewoon uitgeput raakt. Dan is de ruggenprik een ideale pijnstilling voor jou. Dus heb jij bij 2 of 3 centimeter al dat je denkt, ik kan dit niet meer, of je bent al uren op dezelfde hoeveelheid ontsluiting en er komt maar niet meer ontsluiting bij, dan is de ruggenprik een ideale optie voor jou. Schaam je dus absoluut niet of voel je absoluut niet teleurgesteld op het moment dat je moet kiezen voor een ruggenprik. Er zijn momenten waarop ik zwangeren zelfs adviseer van hé meid, je hebt alles gegeven, je hebt je best gedaan, je hebt jouw grens bereikt en dat is absoluut geen probleem en gelukkig hebben we dan dit middel om jou verder te helpen. Dus als je hiervoor moet kiezen, weet dan waarom je ervoor kiest en dat het dus absoluut oké is. Op het moment dat je dus kiest voor de ruggenprik, word je medisch. De arts die zal de bevalling dus dan ook overnemen. Je krijgt een infuus, er wordt een hartfilmpje gedraaid en die blijft ook draaien totdat die kleine is geboren. En daarnaast krijg je dus een katheter om je blaas te legen. Dit wordt gedaan omdat je niet meer zelf kan lopen en dus ook niet meer zelf goed kan plassen. Ook is het belangrijk dat je weet dat de ruggenprik niet door de gynaecoloog zelf gezet wordt, maar door de anesthesist. Die werkt op de operatiekamer, dus het kan zijn dat je of naar beneden wordt gebracht of dat de anesthesist naar je kamer komt. Je begrijpt dat de overdracht van de verloskundige naar de arts en van de arts naar de anesthesist, dat best wel wat tijd kan gaan kosten.
Op het moment dat je dus vraagt om pijnstilling en dus de ruggenprik, duurt het langst voordat je daadwerkelijk de ruggenprik hebt. Daar wordt dus ook rekening mee gehouden met hoeveel ontsluiting je hebt. Heb je dus 8 centimeter en vraag je dan om een ruggenprik, dan wordt het eigenlijk al niet meer aangeboden, omdat het hele circus van het aanvragen minimaal een uur tot soms wel 2-3 uur kan duren. Dus dan wordt de ruggenprik eigenlijk niet meer als optie beschouwd. Wat had ik dus in mijn geboorteplan staan? Omdat ik dus thuis wilde bevallen, had ik als eerste staan, ik wil geen pijnstilling gebruiken. Maar als het medisch zou worden en ik vraag erom, dan was het afhankelijk natuurlijk van hoeveel ontsluiting ik had. Ik had opgeschreven, als ik stagneer of ik heb minder dan 5-6 centimeter, dan wilde ik voor de ruggenprik gaan. Had ik 5-6 centimeter of meer en verloopt mijn ontsluiting gewoon prima, dan zou ik voor de Petidine gaan. Heb ik uiteindelijk gekozen voor pijnstilling? Yes, I did. Did I get it? No, I didn't. Ik vroeg erom toen ik 8 centimeter had, zoals elke andere vrouw dat doet. Ik weet als verloskundige dat dan beide opties helemaal niet meer mogelijk is. But I tried it anyway. Maar er werd natuurlijk heel duidelijk verteld, nee, dat gaat niet, want we verwachten die kleine binnen een uur. En binnen 10 minuten kon ik inderdaad mijn dochter verwelkomen. Goed, lieve mama's, dat was hem weer voor vandaag. Hopelijk hebben jullie genoeg tips om je geboorteplan zo weer verder op te kunnen stellen. Nogmaals, ook al heb je deze vlog bekeken, is het superbelangrijk dat je de folder nog even doorleest over welke type pijnstilling en de voor- en nadelen hiervan. In de opmerkingenbox kan je deze downloaden. Het blijft gewoon heel belangrijk dat je weet welke risico's het met zich meebrengt op het moment dat je kiest voor welke type pijnstilling dan ook. Dus lees deze goed door. Abonneer je op mijn kanaal voor nog meer handige tips en trucs. Volgende week neem ik jullie mee in de vlog over het persen, de placenta en het gouden uur. Abonneer je op mijn kanaal en mis deze dus niet. Je steunt me enorm door op de like-button te pushen. Zo weet ik dat ik nog meer van zulke content moet gaan maken. Tot volgende week. Ciao!